Het is erbij gezien. Aanbereiding letsel. Prioriteit 1. En de Raadhuisplein 1, Hartstad Friesendam. Stel voor, er is nog geen hulpdienst ter plaatse. Wat kunt u betekenen in de eerste 6 minuten? A. Niet in de weg lopen. Maar B. Zou u eventueel bij een slachtoffer kunnen gaan zitten? We kunnen de ademhaling tellen. We kunnen de pols voelen. En die berichten zou u naar de meldkamer door kunnen geven. Houd wel. De aanrijroutes. 70, 31, ACO. MC, 76, 31, ook. 76, 31, bent gealarmeerd voor een aanrijding, fietser, auto. Eén persoon bekneld in het voertuig. En uw komst is daar dringend gewenst over. Dat is genomen. We gaan maken met een aanvalsploeg en een waterploeg. En bij HV hebben we daar te maken met een technisch team, een gewonde verzorger en een beveiliger. Ter plaatse. Ter plaatse. Ontvangen. We gaan door een voertuig uit. Over, of het zo. Dan horen we wanneer de motor draait. Maar vandaag de dag is dat niet aan het afspreken. Het slachtoffer instabiel is. Als het slachtoffer instabiel is. En de noodzaak ertoe is. Dat een slachtoffer snel bevrijd moet worden. In dit geval is het dat u netjes achter de lijn blijft. Bij een ongeval zijn niet altijd lijntjes gespannen. Maar geeft de hulpdiensten de ruimte. Deze dag echter echt schrik voor. Te grote en hectische zijn. Er staan ook een aantal pionnetjes. En ook het gereedschap proberen we altijd in een werkcirkel te brengen. Het is een cirkel die we altijd ongeveer 5 meter van de incidenten maken. En op die 5 meter staat eigenlijk het personeel dat niks te doen heeft. En dat creëert voor ons veel rust in het incident. Als iemand dan naar het ziekenhuis toe gaat, dan komt er een arts naar het ziekenhuis en die neemt bloed af voor het onderzoek. Als iemand wel aanspreekbaar is en de mogelijkheid heeft om te blazen of te gaan, dan doen we dat. Is er een vrijwilliger die wil blazen op een ademanalyseapparaat? Vervolgens gaan we met technische hulpverlening aan de gang. Dat is eigenlijk de voertuigbeveiliging. Het is al een studie op zich, kan ik bijna zeggen. Maar daarnaast ook de bevrijdingstechnieken. Hoe maken we een auto open? Hoe zorgen we dat het veilig gemaakt wordt? En ik weet niet of het gaat lukken, maar volgens mij zijn ze al heel ver om een veilige toegang tot het slachtoffer te creëren. Voordat we nu daadwerkelijk aan de gang gaan, is het wel noodzaak dat alle scherpe delen eerst worden afgedekt. Dat zijn de oranje hoezen die jullie zien. En die oranje hoezen die leggen wij eigenlijk op het scherpe metaal wat wij net geknipt hebben. Of eventueel glas wat we verwijderd hebben. En op die manier proberen we ook een veilige toegang voor de ambulance te creëren. Zo zie je dat veiligheid bij de brandweer eigenlijk altijd wel belangrijk is. We proberen ook altijd escalatie te voorkomen. Dat is eigenlijk onze belangrijkste doel. Van snel weer. Dat is een
Die alle meldingen aanneemt en ook hulpdiensten erop uitstuurt. Contact ook met de ziekenhuizen en met andere disciplines.